Rainbow is regenboog en Warrior is strijden. Dat is eigenlijk, wij zijn strijders van de regenboog. De Rainbow Warrior is superbekend. Het schip gaat overal ter wereld acties voeren voor het milieu. Als ik hier sta, heb ik een heel fijn gevoel. Ze willen dat er veel minder vervuiling is in de lucht en ook minder plastic is in de zee en in de oceaan. Op het schip zijn er 15 vaste bemanningsleden. Die zijn telkens 3 maanden op zee en 3 maanden thuis. Het schip heeft grote zeilen en vaart dus vooral op windenergie. We hebben niet alleen grote boten, maar dus ook van deze kleine Zodiacjes. Die kennen jullie misschien van onze acties. Met die bootjes kunnen we heel snel naar bijvoorbeeld een olieplatform of naar een grote tanker varen. Eigenlijk is dit al de 3e Rainbow Warrior, want niet iedereen is het altijd eens met de acties van Greenpeace. Het eerste schip werd zelfs opgeblazen door de Franse geheime dienst, omdat Greenpeace protesteerde tegen proeven die Frankrijk deed met kernbommen. Ik wist dat deze boot bestond, maar niet dat die ook echt zo dingen deden die zot zijn. Maar welke acties zijn het meest bijgebleven? Nou, een paar weken geleden zijn we in Polen gegaan. En daar hebben we geprotesteerd tegen de import van kolen. Wat we gedaan hebben, we hebben ongeveer 8 uur een schip geblokkeerd van het aanlopen van de haven. Als ze mij zou vragen om mee te komen, dan zou ik zeker ja zeggen, want het is echt een unieke kans. Greenpeace helpt het milieu, beschermt de natuur. Dan natuurlijk zou ik meekomen. Dankjewel om naar Karwei te kijken. En als je nu nog meer nieuws wilt zien, abonneer je dan zeker op ons YouTube-kanaal en bekijk ook deze video's.